De geconcentreerde blik van Brian Brobbey. Van Kenneth Taylor. Van Divine Ranch eigenlijk. Overal strakke kopjes aan Amsterdamse zijde. Niet zo gek natuurlijk ook gezien de fase van het seizoen waarin Ajax bivakkeert. Hoe anders is dat bij Utrecht? De wind vol in de Utrechtse zeilen. Kaplan in de basis voor het eerst sinds hij uit Turkije is overgekomen. Een middenveld met Taylor en Linsson als vooruitgeschoven pionnen in de rug van Brian Brobbey. Er wordt gewoon vol druk gezet door Utrecht. Met alle risico's van dien. Want als Ajax onder die druk vandaan komt, ligt er ruimte. Ruimte nu voor Linsson. Taylor voor de goal. Brobbey snel daar ook naartoe. Bij de tweede paal is ook nog Sosa. Het gaat naar Brobbey. Die komt er niet aan. Sosa terugtrekken. Slordig. Als de wedstrijd zich op deze wijze gaat voltrekken, dan wacht er weer een heerlijk schouwspel. Gooi is voor Ajax. Brobbey in de slag met Van der Horen. Taylor. Henderson. Brobbey. Linsson naar de eerste paal. Taylor, wat levert dit op? Een handsbal claimen ze bij Ajax. Daar gaat Dieperink ongetwijfeld nu even naar kijken. Op de arm van Fraulo. Ja, je ziet ze er heel af en toe gegeven voor worden, Pengels. Maar je balgevoel zegt toch dat dit allemaal wel door de beugel kan. Henderson. En daar ligt Branderhorst niet wakker van. Henderson. Brobbey. Kenmerkende wijze. Taylor buitenom. Hoek is lastig. Branderhorst. Met het eerste kleine karwei op deze zondagochtend. Sosa. Direct voor de goal. En daar komt Linsson net niet. Gooier net wel. Die schiet hem best wel eenvoudig in de handen van Branderhorst. Een icoon misschien wel van Utrecht en Ajax. Sebastian Haller. Mooi ook dat hij hier aanwezig is. Brobbey is rap. Moet afrekenen met Van der Horen en met Viergever. En dan staat ook nog altijd Branderhorst daar. Boussaïd. Direct richting Lammers. Lammers maakt die bal knap vrij, zeg Lammers. Formidabel werk van de spits. Het is soms bijna surplus voetbal. Wachtend op de beweging van een tegenstander. Sosa, goed meegegeven. Brobbey, dit is zijn kans door de benen raak. En hier komt wat los. De enige man die de zon echt nog laat schijnen in Amsterdam. Voegt weer een straaltje toe in de Johan Cruijff Arena. Kaplan stuurt Sosa weg. Daar begint het mee. Dan is dit precies goed wat de Kroaat doet. En door de benen bij Branderhorst. Koelbloedig voor de goal. Taylor, Sosa, voorzet en die wordt bijna in eigen doel gejaagd door Viergever. En het is ook maar goed dat Viergever hier zijn voet uitsteekt, anders stond Brobbey al klaar. En de kopstoot is van Linsson en Brobbey trapt hem in het zijnet. Al dacht een enkeling aan een treffer. Grote kans voor Brobbey. Slechte paas van Branderhorst en daar is Manswerk.
Met ook een soort van paas. Maar dan vermomd als schot. Bosdogan. Dat is beter. Dit is veel beter. Is dit vasthouden? Het is buitenspel. Daarmee lost Van der Rijk het op. En dat is inderdaad de eerste overtreding. Bouzaïd gaat richting Lammers. De vallende bal is voor Viergever. Lammers. En weer wil Utrecht een pingel. Lammers meldt zich nog een keer bij Van der Rijk. Met een gezicht vol ongeloof. Omdat hij hier geen strafschop krijgt. Bouzaïd. Bosdogan. Fraulo. Dit is een kans hoor. Want die bal komt ideaal om hem met een hoop krul op doel af te werken. Rechtsboven Pascal Jansen in het groen. Midden in uw beeld. Steven Bergwijn. Brobbey. Goed in één keer doorgespeeld door Taylor. Teruggeven door Brobbey. Dit is een prima combinatie van Ajax. Assist Brobbey. Het begint allemaal gewoon met een simpele lange bal. Dan is Taylor degene die die bal opvangt. En dan kaatst hij in één keer naar Brobbey. Gaat hij ook diep. Dat is vooral goed. Brobbey geeft hem precies op het juiste moment. En weer door de benen bij Branderhorst. Tref zeker. Lammers. Zo, die wordt stevig geraakt door Rens. Ja, die zet zijn voet bovenop de enkel van Lammers. Poh, is goed geel. En ik denk dat hij gaat kijken. Nou, eens kijken welke conclusie Van der Rijk gaat trekken. Geen geel. Het wordt rood voor Rens. Het is echt een overtreding uit de categorie ernstig gemeenspel. Overtreding op Taylor. Ja, nu vindt het publiek hier in Amsterdam dat er ook hier heel veel meer aan de hand is. Maar dit is dus het verschil. Iqbal komt bovenop de voet van Taylor. Ajax verslaat Utrecht met 2-0. Niet dankzij al te veel tierenlantijntjes, maar dankzij een uitstekende fundering. Was het spectaculair? Nee, maar daar zullen ze maling aan hebben.